Niet alles hoef je zelf te tekenen in Photoshop. Photoshop kent namelijk ook een aantal standaard objecten die je direct kunt gebruiken. Je vindt ze hier in het gereedschappenpalet, bij de rechthoek, afgeronde rechthoek, etc. En je kiest eruit aangepaste vorm. Zo gauw je die functie hebt gekozen, komt hierbovenin een nieuw symbool beschikbaar, vormdubbele punt met een pijl en hier zie je een driehoekje. Klik je op dat driehoekje, dan gaat de bibliotheek open en kun je een keuze maken tussen een aantal standaard vormen. Maar dit is lang niet alles, er is nog veel meer. Wanneer je naar dit symbool gaat en je houdt je muis ingedrukt, zie je daar alle bibliotheken staan die beschikbaar zijn. Kies ik hier bijvoorbeeld dieren en kies ik hier toevoegen, dan heb ik hier allerlei silhouetten van dieren die je kan gebruiken. Hoe gebruik je zoiets? Nou, je wijst het aan, je gaat naar je tekening en je sleept. Houd je daarbij de shift-toets ingedrukt, dan blijft het object mooi in verhouding. En je ziet, er wordt automatisch een nieuwe laag gecreëerd. De kleur kun je aanpassen via de gebruikelijke methode. Je kan gewoon boven hier een kleurtje kiezen zoals je ziet. En het bijzondere is, dit is een vectorvorm. Oftewel, hij print superscherp. Dit zijn de standaardbibliotheken, maar op internet zijn er heel veel bibliotheken te vinden. En die kun je gebruiken in dit palet. Ik laat je zien hoe dat werkt. Ik gooi deze laag even weg. Ik hou nog steeds dit gereedschap hier actief. Ik ga naar mijn bibliotheken. Ik ga naar het symbooltje hier bovenin. En ik kies daaruit vormen laden. Standaard gaat Photoshop op zoek naar een bepaalde map. Maar je kan ook op een bepaalde andere plek kijken waar je zoiets bewaard hebt. En hier heb ik zoiets gedownload. Je ziet daar als extensie staan CSH. Dat staat voor Custom Shapes. Ik wijs dat aan. Ik klik op openen. En die vormen worden gedownload. En het mooie is dat ik nu zonder problemen die vormen kan gebruiken. Het zijn hele mooie Chinese dierenriemtekens. Ik sleep ze met de shift-toets. En je ziet heel veel punten, maar het ziet er helemaal strak uit. En je kan op deze manier dus allerlei vormen downloaden en gebruiken in je ontwerp. Belangrijk is wel dat je dus dit gereedschap activeert. Anders worden die functies hierboven niet beschikbaar.